Mensen maken Papendrecht. Dat is waar vrijwilligers.papendrecht aandacht voor heeft in de aanloop naar het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet in 2021. Veel betrokken inwoners van Papendrecht betekenen en doen iets voor een ander. Samen maken we het leven in Papendrecht mooier of leuker. Veel organisaties zijn op zoek naar vrijwilligers en azen op deze betrokken inwoners. Maar waarom zouden ze nu juist voor jouw organisatie kiezen? Wat kun jij als organisatie doen om aantrekkelijk te zijn voor deze betrokken inwoners? Mijn naam is David Wijnperle, ik ben trainer-adviseur voor vrijwilligersorganisaties vanuit mijn bedrijf Doeldenker en in deze vlog neem ik je mee in werven. Hoe kan je als organisatie aansluiten bij de betrokkenheid van mensen? Hoe kan je vrijwillige energie omzetten in vrijwillige inzet in jouw organisatie? Allereerst, en dat is misschien een beetje gek in een vlog over werving, is het van belang om te bedenken dat werving eigenlijk start met behoud. Op het moment dat je gaat werven, moet je geregeld hebben in je organisatie hoe die mensen opgevangen gaan worden. Hoe je ze gaat inwerken, hoe je ze gaat begeleiden, kortom, hoe je gaat zorgen dat deze vrijwilligers blij en tevreden in jouw organisatie zijn. Want alleen dan zullen ze blijven. En op het moment dat je gaat werven en je hebt dat niet geregeld, ja, dan werf je eigenlijk voor een vergiet. Mensen stromen wel binnen, maar ze stromen er eigenlijk weer net zo snel uit. In mijn volgende en laatste vlog zal ik juist aandacht geven aan dat behoud van vrijwilligers. Als je nu met elkaar die visvijver niet wil overbevissen, als je met elkaar op een duurzame manier wil werven, dan heb je daar eigenlijk drie manieren voor. Twee heel gerichte manieren van werven en één manier van werven die eigenlijk het werven een beetje omdraait. Nou, één van die hele gerichte manieren van werven, dat is eigenlijk de klassieke manier van werven. Dus bijvoorbeeld voor een penningmeester, voor een bepaalde functie, of voor een beheerder van het gebouw, of misschien voor dat je een groepje mensen zoekt die op een bepaalde zaterdag in maart met elkaar papier gaan prikken in de wijk. Dus het kunnen echte functies zijn voor langere tijd, maar het kan ook een klusje zijn, dus voor hele korte tijd. Maar wat het wel gemeen is, dat je duidelijk maakt, wat vragen we nou eigenlijk van jullie, hoeveel tijd kost dat, welke eisen stellen we eraan, dus wie is geschikt voor die functie. En in die zin moet je het wel gericht doen, je moet niet zeggen, eigenlijk zijn we blij met iedere vrijwilliger die zich aanmeldt. Nee, wij zoeken wel iemand die echt de betrokkenheid heeft, maar ook de kwaliteiten om die functie, taken of rol goed te doen. Dat is de ene manier van gericht werven. Die andere manier dat is dat je werft voor een bepaalde persoon en hulpvraag. Dat zie je ook veel in de zorg en welzijn. Iemand die behoefte heeft aan wat ondersteuning bij het uitlaten van de hond. Of misschien in coronatijd bij het doen van boodschappen. Of iemand die een maatje zoekt om met enige regelmaat gezellige dingen mee te doen. En wat je daarvoor doet is dat je eigenlijk kijkt van ja, wat is die hulpvraag? Hoe ziet die meneer of mevrouw eruit die hulpvraag heeft en hoe maken we daar een goede match van? Hoe zorgen we dat we een vrijwilliger vinden die als het ware goed aansluit bij die persoon en een goed antwoord heeft op die vraag? En hoe beter je die match doet, hoe meer je zorgt dat die vrijwilliger echt goed aansluit bij die persoon die vraag heeft, eigenlijk hoe duurzamer dat is, hoe beter dat werkt. Wil je die manier van werven eigenlijk effectiever maken, dan is het een heel geschikt middel om met de wervingscirkel aan de slag te gaan. En de wervingscirkel is een methode om in 6 stappen een wervingscampagne uit te werken. Daarbij start je met het eigenlijk zo smart mogelijk omschrijven van je doel. Wat zoek ik nou eigenlijk precies? Wat behelst die functie nou eigenlijk? Hoeveel tijd zijn mensen erin kwijt? Welke kwaliteit heb je ervoor nodig? Vervolgens ga je nadenken over wat is nou eigenlijk mijn doelgroep? Welke mensen zijn nou echt geschikt voor deze taak? Welke mensen zouden het ook aantrekkelijk en leuk vinden om dit te doen? Daarna ga je kijken van wat is nou eigenlijk mijn unique selling point voor deze mensen? Waarom is mijn organisatie, maar ook deze functie bijvoorbeeld, nou echt aantrekkelijk? Welk aanbod heb ik deze mensen nou echt te doen? En dat verwerk je vervolgens in je boodschap. En als je dat op een goede manier doet, dan is de boodschap veel meer van wij bieden jou de kans om in deze leuke functie helemaal
als het ware je kwaliteiten te kunnen, dan dat je zegt van wij vragen een vrijwilliger daarvoor. Dat is echt een andere toon. Ten slotte ga je nadenken over de middelen en kanalen. Hoe zorg ik nou dat ik deze boodschap op een aantrekkelijke manier, op een passende manier, bij deze doelgroep krijg? En nou, dat kan een stukje in de krant zijn, maar dat kan ook een YouTube-filmpje zijn, of bij wijze van spreken dat je met een geluidskar de wijk ingaat. Bij die middelen en kanalen kan je echt creatief nadenken over hoe je zorgt dat je die boodschap bij de juiste mensen krijgt. En als je deze stap hebt uitgewerkt, dan kan je die als het ware in een soort campagne gieten. En dat is de zesde stap. En ik heb echt gezien op het moment dat organisaties met die wervingscirkel aan de slag gaan, dat de werving effectiever wordt. Dus dat je met minder energie, maar ook vooral met minder frustratie, vaak meer succes hebt in je werving. Naast die twee meer directe manieren noemde ik ook dat er een manier was die het werven als het ware andersom aanpakt. Die dus niet zozeer een persoon probeert te koppelen aan een functie of aan een hulpvraag, maar een functie of een hulpvraag probeert te koppelen aan een persoon die talenten heeft of een bepaalde betrokkenheid heeft. Die methode die is een aantal jaar geleden echt uitgewerkt in een methodiek en dat heette de bronmethodiek. En dat was een methodiek die door de vrijwilligerscentrale Arnhem was ontwikkeld, waarbij vrijwilligers de wijk in gingen en eigenlijk probeerden met alle bewoners van een wijk het gesprek aan te gaan over ja, waar zit uw betrokkenheid, welk talent heeft u, maar ook bijvoorbeeld van zijn er dingen waar u in uw leven niet meer aan toe komt, als u een nieuwe buurman zou krijgen, waar zou u hem in de wijk naartoe leiden, dus dat je als het ware in beeld krijgt wie is nou eigenlijk de persoon achter de wijkbewoner. En op basis daarvan werden mensen gericht gevraagd in de wijk van ja, we weten dat u van lange afstandswandelingen houdt. Zou u niet eens wat willen vertellen over het Pieterpad wat u heeft gelopen in het wijkcentrum? En het bijzondere is, 90% van de mensen zegt daar ja op. Hè? Want eigenlijk vindt iedereen het leuk om aangesproken te worden op, ja, op de passie die je hebt. Of op het talent wat je hebt. Of dingen waar je plezier in hebt. Nou, dat is een beetje een te ingrijpende methode, een beetje te arbeidsintensieve methode om in je eigen organisatie toe te passen, maar in de geest kun je hem wel degelijk gebruiken. En dat betekent dat je eigenlijk met, nou laten we zeggen, alle nieuwe personen, maar misschien ook wel de bestaande vrijwilligers die je hebt, op een andere manier het gesprek een keer aangaat. Veel meer op een manier dat je probeert te achterhalen van waar zitten nou als het ware de talenten en de betrokkenheid van die andere persoon. Zijn er dingen waar die in zijn leven niet aan toe komt, die hij graag weer zou willen oppakken of zou willen ontwikkelen? Zijn er als het ware bijna verborgen talenten in die persoon? En op basis daarvan je mensen als het ware probeert de kans te bieden om die talenten in jouw organisatie vorm te geven. En dat is echt andersom denken. Hè? Dus het is niet zo van ja, ik zoek een penningmeester en daar schuif ik iemand in. Misschien vind je op die manier ook wel helemaal geen penningmeester. Maar het resultaat is uiteindelijk wel dat je 30% meer vrijwillige energie aanboort dan iedere andere wervingsmethode. Dit was de vlog over werving. Of eigenlijk over hoe jouw organisatie kan inspelen op de betrokkenheid van inwoners van Papendrecht. In mijn volgende en laatste vlog zal ik het hebben over behoud. Over hoe we vrijwillige energie beter kunnen vasthouden. Want uiteindelijk heeft werving alleen zin als je die vrijwillige energie duurzaam inzet. Dank voor het kijken weer en graag tot de volgende vlog. Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Jannie of Judith van vrijwilligers.papendrecht.